Na jaren weer een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. VSM is uitgeroepen tot Apeldoorn van het jaar 2015. Er komen inloopbijeenkomsten over de verbreding van de A1. Armeense kinderen krijgen in Apeldoorn even vakantie. Tentoonstelling Joodse feesten tijdens de Tweede Wereldoorlog geopend. Barnabaskerk heeft een eigen inloop, hobby en eetcafé. Buiten worden vreemde geluiden waargenomen, ook in Apeldoorn. Unieke samenwerking tussen Acres, Remea en gemeente gestart. Joop Beerman maakt poster met de tekst Laten wij verdraagzaam zijn. En eerste grote vogelshow NK voor vogels in de Amerika-hal. Door de enorme bezuinigingen van de afgelopen jaren werd er door de gemeente geen nieuwjaarsreceptie meer gegeven. Nu het financieel beter gaat, werd er afgelopen vrijdag in de burgerzaal weer een nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle burgers. Meneer Berends, voor het eerst in 5-6 jaar een receptie in het stadhuis. Hoe is dat bevallen? Ja, we zitten er nog volop in. Ik kijk even achter me. Ja, ik denk dat we zo'n kleine 300 mensen hier nu hebben. Ja, na 6 jaar toch weer op deze manier oppakken. Ik vind eigenlijk ook, en ik snap dat wat er in 2010 moest gebeuren, dat snap ik drommels goed. Maar het hoort eigenlijk ook een beetje in het gemeentehuis. Dat we elkaar ontmoeten, iedereen is welkom. We hebben ook zonder uitnodigingen gewerkt. Nou, dan vind ik het heerlijk om dit al mee te mogen maken. En niks ten nadele natuurlijk van Gigant, want die heeft het ook prima opgepakt toen. Want die heeft toen de handschoen opgepakt, dat is ook mooi. En daar ben ik ook dankbaar voor. En dan pakken wij hem weer op. In zijn nieuwjaarstoespraak sprak burgemeester John Berends over een aantal hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Hij was vooral positief gestemd over de misdaadcijfers van de stad. Het aantal in Apeldoorn gepleegde misdrijven is in 2015 met 14% gedaald. En dat is ten opzichte van 2014. Bovendien worden steeds meer misdrijven opgehelderd, dus het oplossingspercentage heb ik het over. Het oplossingspercentage lag tussen 2011 en 2014 nog op 25%. 2015 toch een lichte stijging naar 28% oplossingspercentage. En ik ben echt oprecht gemeen blij met deze cijfers. Ook het financieel herstel van de gemeente Apeldoorn werd in de toespraak van de burgemeester onder de aandacht gebracht. Stukje bij beetje koersen wij richting financieel herstel als gemeente Apeldoorn. Dat ging en dat gaat bepaald niet vanzelf. Wij op alle fronten zijn aanmerkelijk aan het bezuinigen en hebben die ook doorgevoerd. Maar het resultaat mag er zijn. Het financieel herstel is 4 jaar na de grondclash van 2012 echt in zicht. Dit, en niet omdat de commissaris van de Koning ook in ons midden zit, fijn dat u ook bij ons komt. Dit met dank aan de veerkracht van onze Apeldoornse samenleving, de inzet van ons uitgedunde ambtenarenkorps en het commitment van de Apeldoornse politiek, onze raad en verder. En ik zei het al, mede ook dankzij, en dat zeg ik nogmaals met nadruk, aan de provincie Gelderland. Met steun van de provincie hebben wij ondanks onze benarde financiële positie kunnen investeren in de lokale infrastructuur. In de binnenstad, in de duurzaamheid, maar ook in de events. Maar ook de vluchtelingenproblematiek liet John Berends niet ongemoeid. Wat was voor u nou het absolute hoogtepunt van 2015? De warmte waarmee de Apeldoorners voelden me aankomen, de vluchtelingen heeft ontvangen. Dat is voor mij echt een hoogtepunt geweest. Het momentum was in de Amerika-hal toen. Volgens mij was dat om en nabij 1 september zoiets. Of iets eerder nog, een week eerder. En ik ging daar met de verwachting naartoe van... Ik zag de zaal vol, hè, ook zo'n 400-500 man. En toen voelde ik van, nou, John, maak je maar klaar. Want de wind komt eraan van voren. En nou, ik vond het hartverwarmend. Tegelijkertijd ook ooghebbend voor de zorg die daar ook was natuurlijk bij mensen. Vond ik eigenlijk wel een heel mooi moment. Heeft me veel gedaan. In september schoten wij collectief met z'n allen, en dat is niet alleen Apeldoorn, maar dat zijn velen met ons in dit land en daarbuiten, bij het zien van de beelden van het verdronken peuter Aylan op het strand van het Turkse Bodrum. Kom maar, zeiden we met elkaar. Amper een half jaar later is een verdronken peuter een bijzin in de krant en domineert Keulen natuurlijk het nieuws. Kom maar niet, zo hoor je steeds vaker. Als Apeldoorn proberen wij deze in tombola van meningen, misschien moet ik wel zeggen soms kakofonie van meningen en opinies, onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor ons, raad, college, maar ook vele anderen, houdt het besturen van een gemeente niet op bij de gemeenterens. Wij willen vooral doen.
Het oplossen van het vluchtelingenprobleem is niet gediend bij polarisatie en hokjesdenken, met wegkijken en etiketten plakken. Verzet is voor ons, gemeenteraad en het college en vele anderen, niet iets van grote woorden, maar toch van kleine daden die uiteindelijk misschien wel die grote daad aan het verrichten is. En daarom slaapt in onze gemeente niemand op straat, geen Apeldoorner, geen vluchteling. In 2015 niet, maar ook in 2016 niet. Opvallend en geheel nieuw is de aanpak van de noodopvang voor asielzoekers. Na 1 maart, exacte datum valt nog niet te plannen, de noodopvang gaan voortzetten. Niet langer op de voorwaarts, maar op een andere plek. Ik hoop u echt deze maand nog nader over te kunnen informeren wat de exacte locatie in ieder geval zal gaan worden zoals wij daarnaar kijken. Maar we zullen dat zorgvuldig doen met de omwonenden. Vast staat wel dat wij afscheid gaan nemen van de paviljoen tenten. De economie trekt weliswaar aan, maar burgemeester John Berends uitte daar toch zijn bezorgdheid over. De economie trekt aan, heb ik even al gezegd. Er is meer vraag naar bouwkavels. Ook het bedrijfsleven richt zich op, we merken dat, zelfs aan de verkoop van grond. Maar bepaalt nog niet op alle fronten. Wat gaat er met de niet uit ons stadsbeeld weg te denken Vroom en Dreesman gebeuren? Ik hoop het echt van ganse harte dat het hier een doorstart krijgt. De binnenstad, en in het bijzonder voor de vele Apeldoorners, hebben wel wat met het VND. En het gaat natuurlijk bovenal ook om de werknemers die daar werken, die hun brood daar verdienen. De onzekerheid. Als het gaat om werkgelegenheid, trek ik nu wat breder, zijn er meer zorgen. De verdergaande digitalisering, de reorganisaties bij de banken, bij grote zorgaanbieders, maar ook bij de Belastingdienst, zijn toch grote werkgevers in Apeldoorn, staat werkgelegenheid onder druk. Recente cijfers laten dat ook zien. De werkgelegenheid in de stedendriehoek in 2015 is met ruim 1% gedaald. En dat is natuurlijk zorgelijk. De gemeente zit niet in de cockpit, zoals ik dat dan maar noem, als het gaat om het genereren van werkgelegenheid. Maar in een meer faciliterende, ondersteunende zin kunnen wij echt onze rol vervullen. Concreet heb ik het dan over met raad en daad bijstaan van bedrijven, het verkleinen van de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt en over het bieden van kansen aan mensen zonder baan. Ook over economie wou ik het volgende nog even graag onder uw aandacht brengen. Er is de afgelopen maanden veel gezegd en geschreven over de relatie die wij als gemeente met de Apeldoornse ondernemers en hun belangenorganisaties onderhouden. We hebben inmiddels goed met elkaar gesproken. Dat heeft ons als gemeente waardevolle input opgeleverd. En met elkaar, dus organisaties, ondernemers en de gemeente, hebben wij vastgesteld dat de uitdaging waarvoor wij ontstaan, en ik heb er net één genoemd, maar de detailhandel, niet alleen in de binnenstad, vraagt eensgezindheid en geen kenniszinnen en niet over de band spelen met elkaar, maar bovenal elkaar opzoeken en in gesprek zijn. Daadkracht tonen, daar gaat het om. En ik kan in ieder geval u zeggen dat het gesprek doorgezet wordt in januari, februari van dit jaar, om te kijken of we tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda kunnen komen. En de thema's worden ook gezamenlijk bepaald om de handen daarin ineen te slaan. Wat moet er in 2016 zeker gebeuren? Schouders onder de economie van de binnenstad. Tijdens de nieuwjaarsviering bij de vereniging Oud-Apeldoorn werd afgelopen zaterdag de Apeldoorner van het jaar 2015 bekendgemaakt. De vereniging Oud-Apeldoorn kiest daarvoor niet altijd een persoon, maar soms ook een hele stichting of vereniging. De Veluwse Stoomtreinmaatschappij werd uitgeroepen tot de Apeldoorner van het jaar 2015. Vereniging Oud-Apeldoorn had de VSM al langere tijd op het lijstje staan om deze nominatie toe te kennen. Inderdaad, dat klopt. Stond langer op het lijstje al. Maar we wisten dat dit jaar, 2015, de VSM 40 jaar bestond. En je moet altijd keuzes maken, ieder jaar weer. Vorig jaar was het de Stichting Koninklijk Apeldoorn. Die had haar diensten bewezen met het organiseren van 200 jaar Koninkrijk in Apeldoorn. Een prachtige grote defilé. Toen hebben we gezegd, weet je wat, de VSM doen we 1 jaar later. Dat past precies bij het 40-jarig jubileum. Ja, het is een hele mooie prijs. Onverwacht. Maar een mooie erkenning van het werk wat we doen. En zeker dat het vanuit Apeldoorn komt, toch de stad waar wij gevestigd zijn. Het is altijd een mooie basis. Ze zijn al 40 jaar bezig, hè? Klopt. In 1975 zijn de eerste mensen begonnen met een stoomtrein over de Veluwe te gaan rijden. En 40 jaar later is het een hele grote collectie geworden. Rijden we vele dagen per jaar. En nog steeds staat alles met vrijwilligers. Ja, het is een hele prestatie.
Hoeveel vrijwilligers werken bij jullie? We hebben ongeveer 200 vrijwilligers en verder geen beroepskracht. Dus we doen het uitsluitend met vrijwilligers. Kijk, nou, ontzettend gefeliciteerd. Was het verwacht? Nee, absoluut niet. Nee, het was... Er zou een medewerker genomineerd zijn of er iemand van het bestuur bij wilde zijn. Maar dat de VSM en daarmee dus alle medewerkers deze prijs hebben gekregen, dat hadden we niet verwacht. Maar dat maakt het niet minder leuk natuurlijk. Nog een feestje vieren? Ja, ik ga natuurlijk zo meteen naar Beekbergen, waar nu iedereen druk aan het sleutelen is. En laten zien wat we gewonnen hebben. Ja. Vandaag hebben jullie de Apeldoorner van 2015 bekendgemaakt. Maar hoe kom je nou in aanmerking voor die titel? Ja, we kijken altijd naar mensen, personen, verenigingen, stichtingen, instellingen die zich verdienstelijk maken of gemaakt hebben voor de Apeldoornse samenleving. Die dus veel betekend hebben, zorg hebben verleend of andere wijze hebben georganiseerd. En zoals nu die VSM, die 40 jaar bestaat, dat is een verjaardag. En die zo ontzettend veel bijdraagt aan Apeldoorn en de Veluwe, de omgeving. Hè, door mensen prachtige ritten te bieden en een toeristische trekpleister is voor Apeldoorn. Daar wordt op gelet. Bij de nieuwjaarsviering van de VOA, die in de aula van de scholengemeenschap De Heemgaard werd gehouden, werd ook het achtste deel van de boekenserie Ik zie het nog zo voor me gepresenteerd. We geven zelf een boekenserie uit, een boekenreeks met de titel Ik zie het nog zo voor me. Want als Apeldoorners met elkaar in gesprek komen en ze hebben het over vroeger, over een werk, over een buurtvereniging, dan is het, oh, ik zie het nog zo voor me. Dus die titel hebben we aan de boekjes meegegeven en iedere uitgave die er dan komt, staan zo'n 25, ongeveer 25 verhalen in van Apeldoorners. Op zichzelf staande verhalen, dus je kunt het heel makkelijk lezen. Iedere dag een verhaaltje of iedere week een verhaaltje. Maar allemaal verhalen wat in Apeldoorn vroeger en in de latere tijd gebeurd is. Wethouder Detlef Sizo kreeg het eerste exemplaar van het boekje Ik zie het nog zo voor me, deel 8, overhandigd. Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen Apeldoorn en Azelo verbreden. Dat gebeurt in twee fases tussen 2017 en 2020 en tussen 2024 en 2028. De verbreding is nodig omdat de A1 veel last heeft van files en vertragingen. Rijkswaterstaat organiseert hiervoor 3 informatieavonden. Medewerkers van Rijkswaterstaat en Royal Haskoning DHV zijn aanwezig om de vragen te beantwoorden. De A1 vormt een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. De Randstad, de Stedendriehoek, Twente en het Noord- en Oost-Europese achterland. Voor informatie over de verbreding van de A1 of over de inloopbijeenkomsten kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat. In het gemeentehuis werden maandag 20 Armeense kinderen verwelkomd door burgemeester John Berends. De kinderen uit arme Armeense gezinnen zijn in Apeldoorn om eventjes bij te tanken. Zij krijgen van Pax Kinderhulp een vakantie aangeboden van 3 weken. Maar lekker niksen is er in die weken niet bij. We hebben een druk programma. We gaan knutselochtenden doen. We gaan naar Real X. We gaan naar Kids Playground, Monkey Town, de Ontdekhoek in Zwolle. Ze gaan schaatsen. Dus druk, druk, druk. Maar wel leuk. Lijkt me lastig om 20 Armeense kinderen te selecteren. Hoe gaat dat? De selectie gebeurt in Armenië. En zij geven het door aan de Nederlandse organisatie Pax Kinderhulp. Iemand van Pax Kinderhulp die gaat naar Armenië toe en die loopt het na of het op waarheid berust. Kijk, het gaat echt om de armste kinderen die onder slechte en bizarre omstandigheden leven in containers, treinwagons, soms geen water, soms geen stroom. Dus die kinderen willen we eventjes het kind zijn geven door naar Nederland over te laten komen. Ook de burgemeester heeft het te doen met de Armeense kinderen die even bij hem in de raadzaal waren. Hoe voelt dat voor u? Ja, altijd bijzonder, want ik ben natuurlijk nooit daar geweest in Armenië. Maar ik weet wel uit de overlevering van de gastgezinnen, maar ook ik heb zelf natuurlijk nog wel eens even wat soort informatie opgevraagd. Dan zie je dat het natuurlijk de levensstandaard daar aanzienlijk lager is dan hier. Ze kennen daar nauwelijks elektriciteit, heb ik ook begrepen. Dus met kaarslicht zitten ze daar nog thuis. Verwarming is ook niet allemaal normaal. In brede zin zie je gewoon dat het toch een arm land is. En voelen doe je het niet, maar inschatten wel. Maar het des te mooier om te zien dat ze hier nu even zijn om Nederland mee te maken. De Armeense kinderen kregen van de burgemeester een pen met een lampje erin aangeboden.
De kinderen worden tijdens de 3 weken vakantie opgevangen door gastgezinnen die zich vooraf hebben aangemeld bij Pax Apeldoorn. In de synagoge van Apeldoorn werd gisteren de tentoonstelling Joodse feesten tijdens de Tweede Wereldoorlog geopend. Bij de opening was wethouder Johan Kruithof aanwezig. Joodse feesten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe bizar klinkt dat eigenlijk? Ja, het klinkt redelijk bizar. Maar het toont ook dat ondanks alles mensen vast blijven houden aan de waarden en normen die ze meegekregen hebben toen ze nog vrij waren. Welke feesten waren dat zoal? Ja, in het Joodse kalender zijn altijd feestjes een beetje. Dan denk je altijd alleen maar vreugdevolle dingen. Het zijn ook dagen van bezinning, Joods nieuwjaar, de grote verzoendag. We denken ook aan Pesach, uit Egypte, waar Joden dus. Bevrijdingsdag, zeg maar. Ja, bevrijding. Dus een hele week is dat, 8 dagen, waarin de Joden dus geen brood mogen eten, alleen matzes. En dan zeiden in de concentratiekampen, waar ze eigenlijk überhaupt nauwelijks nog niks te eten kregen, hè, dan toch daar ja, uiteraard geen matzes hadden en dat brood wel moesten eten, omdat ze anders helemaal zeker meteen zouden doodgaan. Maar dan toch dat mensen dan daar dat in gedachten hebben, daaraan denken. En ik weet mensen die proberen een klein stukje matzes zelf te maken. Dat soort dingen kom je dan tegen, ja. Wethouder Johan Kruithof was onder de indruk over de nogal kleine tentoonstelling. Ja, het is een mooie tentoonstelling, ook vooral een indrukwekkende tentoonstelling. Omdat je weer eens bepaald wordt bij wat er allemaal in die Tweede Wereldoorlog gebeurde. En dan vanuit een hele bijzondere invalshoek, namelijk de invalshoek dat ondanks alles zoveel mogelijk Joden toch hun feesten bleven beleven. Ja, dat maakt heel veel indruk, maakt ook heel veel los, merk ik aan de bezoekers nu. Belangrijk dat daar ook scholen wat mij betreft naartoe gaan om ja, kennis te nemen van wat er toen gebeurde aan de hand van een heel ja, mooi overzicht aan feiten, gebeurtenissen, maar ook ja, allerlei voorwerpen waar aan je kunt aflezen wat de betekenis van die feesten voor Joden is en nog steeds is, maar zeker ook in die tijd geweest is. Volgens de opperrabijn Jacobs past de tentoonstelling Joodse feesten tijdens de Tweede Wereldoorlog juist heel goed in deze tijd. Wat is nu eigenlijk het doel van deze tentoonstelling? Ik denk dat het doel is om mensen, ja tweeërlei. Het doel is enerzijds om te waarschuwen voor de toekomst. Wat er kan gebeuren als mensen veranderen in onmensen, in beestachtige monsters. Wat mensen elkaar, gewone mensen elkaar dan kunnen aandoen. De waarschuwing. Maar voor mij, zoals ik ook heb proberen te verwoorden. Kijk, als je op een gegeven moment gaat zeggen, die tentoonstelling is zinvol. Hè, want we leren hiervan, dat is natuurlijk ook zo. Maar daar zou je kunnen gaan zeggen, het is toch nog zinvol, waardevol geweest wat er gebeurd is. Want we leren er iets van. Nou, het was natuurlijk het summum van onzin en van criminele waanzin. Dus eigenlijk ja, voel ik me een beetje schuldig als ik ga zeggen, we kunnen er iets van gaan leren. Ik denk dat we moeten primair deze tentoonstelling hebben om te tonen wat er gebeurd is en stil te staan bij zij die niet hebben overleefd. Aan wie niemand meer denkt. En dan toch, op deze tentoonstelling worden zij een beetje uit hun anonimiteit gehaald. De gemeente Apeldoorn biedt aan scholieren van groep 8 van de basisschool en de eerste 2 klassen van het voortgezet onderwijs een module aan. Wat houdt die module eigenlijk in? Nou, het gaat echt vooral om het op een verstandige manier het gesprek voeren met jongeren. Jongeren 10, 11, 12, maar wat mij betreft ook 13, 14. Hè, eerste 1, 2 jaren van het voortgezet onderwijs. Het gesprek voeren niet alleen over de Tweede Wereldoorlog, daar worden ze in de geschiedenislessen ook in meegenomen. Maar vooral de betekenis van vreemdelingenhaat, antisemitisme in het hier en nu. En dat met elkaar ook open durven bespreken. Ook wetend dat, denk bijvoorbeeld aan jongeren van allochtone afkomst, daar wellicht op een hele andere manier naar kijken. En juist dan met elkaar open dat gesprek voeren. Dat is de bedoeling van dit aanbod aan het onderwijs. De tentoonstelling Joodse feesten tijdens de Tweede Wereldoorlog is tot en met 4 februari in de synagoge in Apeldoorn te zien. Ik denk dat deze tentoonstelling is klein in oppervlakte, maar in inhoud ontzettend diep. En verdient niet een even bezoek, maar verdient stilstaan bij.
In het jeugdgebouw van de Barnabaskerk in Apeldoorn huist een inloop-, hobby- en eetcafé. Op de dinsdagen van de evenweken is er in het jeugdgebouw het inloop hobbycafé. En op de dinsdagen van de onevenweken is daar een eetcafé te vinden. Vandaag zijn we dus hier bij het inloop hobbycafé. Wat houdt dat precies in? Het inloop hobbycafé, nou, daar kunnen mensen dus zoals het woord zegt inlopen, een hobby doen, koffie drinken en gezellige morgen hebben met elkaar. En hoe lang bestaat het al? Het inloop hobbycafé is geopend in 2008. En ja, welke mensen komen er zo al? Ik zie hier hoofdzaken nu vrouwen hier aanwezig. Ja, dat klopt, ja. Vooral dames. Jong en oud, dat is wel leuk. Een beetje een mix. Maar ja, mannen die durven nog niet zo goed, denk ik. Oké, dan heb je dus naast dat inloop hobbycafé, heb je dan ook dat eetcafé. En hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het eetcafé, dat is vanaf, even kijken, 2015, oktober 2015. Dus daar zijn we pas mee gestart. En nou, mensen kunnen zich opgeven om hier lekkere maaltijd te komen gebruiken. Voor €3,50, dus dat is niet gek. En is er al veel animo voor geweest? Ja, best wel. Ja, we hebben ook een hele grote groep vrijwilligers die willen koken. En ja, de opkomst varieert van nou, 10 tot 15, maar er mogen er gerust meer bij. Het hobby- en eetcafé is bedoeld voor eenzame mensen die in de buurt van de kerk wonen en daar elkaar ontmoeten. Juist in deze tijd waar de eenzaamheid onder de ouderen enorm toeneemt. Mevrouw, wat doet u momenteel? Nou, ik ben op het ogenblik in het hobbycafé van de Barnabaskerk. Dan doen we spelletjes. En welk spelletje doen jullie momenteel? De Rummy Cup. Ons vaste spel. Okay, en hoe vaak komt u hier? Eens in de 14 dagen. Op dinsdagmorgen. En wat dat betreft is het erg leuk, die bijeenkomst hier 's morgens. Heel gezellig, ja. We zijn natuurlijk bijna allemaal alleen, of weduwe, of... Dus dan heb je toch lekker sociale contacten, hè? Zowel het inloop hobbycafé als het eetcafé zijn op de dinsdagen van 9:30 tot 12:00 's morgens geopend. Op tal van plekken in het westen van ons land werd de afgelopen dagen vreemde geluiden waargenomen. De geluiden zijn buiten te horen geweest, zonder dat daar een verklaring voor gegeven kon worden. Martijn van Mastenbroek uit Pijnakker legde het geluid en omgeving vast bij zijn huis. Dit soort mysterieuze geluiden duren slechts enkele seconden en daarna zijn ze gelijk weer weg. Gisteren nam Laurens de Wilde uit Apeldoorn ook dat vreemde geluid vast. Ook in andere landen zijn meldingen gedaan van mysterieuze geluiden. Wetenschappers zijn het niet eens over dit verschijnsel en dus blijft het mysterieus. De Naald in Apeldoorn en nog 28 andere monumenten van het Rijk krijgen vanaf morgen een nieuwe eigenaar. In Medemblik draagt minister Blok van Wonen en Rijksdienst de 29 monumenten over aan de nieuwe Nationale Monumentenorganisatie, het NMO. De panden en objecten moeten goed bewaard en beheerd worden, maar is geen taak van de Rijksoverheid. De NMO krijgt eenmalig een bedrag van €60 miljoen mee om het beheer en onderhoud van de 29 monumenten te kunnen doen. Stichting Kleef, die voor mensen met kanker en hun naasten de kwaliteit van leven ondersteunt, start dit jaar met heel veel activiteiten, zoals yoga, schilderen, mindfulness, mannenkookgroep en zingen. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk die met kanker geconfronteerd wordt. Stichting Kleef zit aan de Vossemanstraat 4 in Apeldoorn en zijn dagelijks van 9:15 's morgens tot 4:30 's middags open. Acres, Remea en de gemeente Apeldoorn gaan duurzaam het nieuwe jaar in met een unieke samenwerking. De komende 10 jaar gaat Remea cv-ketels testen in de stookruimte van Aquacentrum Malkander.
Met de warmte van deze cv-ketels wordt het zwembad verwarmd. De start van de samenwerking werd gisteren in het aquacentrum Malkander symbolisch bezegeld. Als wethouder economische zaken, iets wat we echt proberen te doen is proberen juist tussen overheid en bedrijven, maar ook bedrijven onderling, zorgen dat bedrijven elkaar weten te vinden. En hier is het toch Acres, voor gedeelte een overheidsbedrijf, maar toch echt een bedrijf. En Remea, een grote Apeldoornse cv-ketelproducent, die elkaar hebben weten te vinden. En daar hebben we denk ik onze grootste rol als gemeente, om te zorgen dat bedrijven elkaar weten te vinden. De samenwerking tussen Acres en Remea zit hem vooral in het verminderen van gasverbruik en de reductie van CO2. Bij het zwembad de duurtestketels op te hangen, gebruikt Remea minder gas. Dat delen wij met Malkander. Die hebben dus ook de helft van de kosten. Dus de exploitatiekosten van Malkander gaan omlaag, de energiekosten van Remea gaan omlaag. Maar uiteindelijk verbruiken we in zijn totaliteit minder gas. En dat is ongeveer 720.000 kilo CO2 per jaar. Kun je een beetje vergelijken met 660 huishoudens die gewoon geen gas meer hoeven te gebruiken. Dat is dus een gigantische maatschappelijke winst. Hoe blij is Acres met dit samenwerkingsverband? Nou, we zijn heel erg blij, want we gaan kosten besparen. We gaan minder CO2 uitstoten. En we gaan ervan leren. Wellicht kunnen we dit op andere plekken ook toepassen. Dus ik ben heel tevreden, heel gelukkig. Door het testen van de nieuwe ketels in de stookruimte van het zwembad wordt de vrijgekomen warmte gebruikt om het pand en het zwembad te verwarmen. Wat als de verwarming nu uitvalt? Nou, gelukkig zit de leverancier dichtbij. Dus in geval van nood zullen ze ons zeker uit de brand helpen. Ik verwacht dat alles goed gaat, maar net als thuis kan er altijd wat misgaan. En dan weten we dat we een goede leverancier hebben die ons uit de brand helpt. Bang voor koud water hoeft de bezoeker van het zwembad niet te zijn, want er is altijd een ketel die het wel doet. Joop Beerman van Modderhuis Beerman aan de Deventerstraat in Apeldoorn heeft een poster laten maken met de tekst "Laten wij verdraagzaam zijn", doelend op de partijen AVA en Regida die zondag komen demonstreren in Apeldoorn. Nou, laat ik vooropstellen dat wij geen politieke stellingname nemen in dit verhaal. Wij zijn niet voor een Pegida, wij zijn niet tegen een Pegida. En dat geldt hetzelfde voor alle andere extreem linkse organisaties die ook misschien gaan demonstreren in Apeldoorn. Er komt dus een demonstratie in Apeldoorn aanstaande zaterdag. En wij willen eigenlijk een signaal... Zondag. Aanstaande zondag, sorry. En wij willen een signaal afgeven dat mensen wat meer verdraagzaam zijn moeten met elkaar. En wij hopen alleen maar dat het niet tot een escalatie gaat komen tussen de beide groeperingen aanstaande zondag in het Beekpark. Hoe bent u dit idee gekomen? Nou, wij zaten bij een trendseminar en daar was een trendwatcher. En die had het over de invloeden van de aanslagen die er nu op dit moment zijn in Parijs en overal. En die zei als zin, zei ze van, als we maar eens wat meer verdraagzaam waren met elkaar. En dat sloeg bij mij binnen en toen dacht ik van, daar ga ik iets mee doen. En als ik dat denk, dan doe ik het ook. En dan wordt het heel snel uitgevoerd. Dus reclamebureau gebeld, posters laten maken, grote poster op de pui, op Facebook gezet, de krant is erop ingehaakt. En toen kwam het eigenlijk in de stroomversnelling. Heel veel reacties. De gratis posters gaan als warme broodjes bijna letterlijk over de toonbank. U heeft net een poster opgehaald. Waarom eigenlijk? Ik las het in de krant dat je bij deze winkel die posters kon ophalen. Het spreekt mij wel aan. De leus van laten we verdraagzaam zijn. Ja, precies. En laten we het met z'n allen rustig houden. En daarom ga ik die poster thuis ophangen. Is er veel animo voor uw poster? Ja, gisterenmiddag hadden we ze rond 4:30 binnen. En in een uurtijd hadden we meer dan 50 posters al weggegeven. En ik denk ook dat het vandaag behoorlijk storm gaat lopen. En 99% van de reacties zijn eigenlijk alleen maar positief. Nu hangt er inderdaad hier een hele grote poster aan uw winkelpand. Ben u niet bang voor negatieve reacties van Pegida? Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik denk dat ieder mens in zich vredelievend is. Dat ze wel door de groep vaak gedwongen worden tot gewelddadige acties. Maar ook Pegida zegt van, wij willen dat eigenlijk helemaal niet. En ook de extreem links zegt, wij willen dat allemaal niet. En als die poster nou maar zo ietsjes bijdraagt dat er geen escalatie komt, dan vind ik dat het geslaagd is. In het park rond het Oude Loo in Apeldoorn worden de komende tijd 14 veelal oude eiken en beukenbomen gekapt.
De bomen zijn niet meer te redden omdat de bomen last hebben van afsterven, inrotting en zwammen. Ook de 150 jaar oude tulpenboom moet worden gekapt omdat het wortelstelsel verrot zou zijn. Voor die boom komt een nieuw exemplaar terug. De bomen moeten gekapt worden omdat zij een groot veiligheidsrisico voor de bezoekers vormen. Er komt een tweede versie van het Apeldoornse Monopoliespel. Van de eerste versie zijn er in rap tempo 2000 stuks verkocht. De tweede versie zal iets afwijken van de eerste versie, zodat de eerste druk exclusief blijft volgens de initiatiefnemer. Er worden nu 1000 exemplaren van het Apeldoornse Monopoliespel gemaakt, die nu al via de website webshop.stedenmonopolie.nl besteld kan worden. Het accountant- en belastingadvieskantoor in Apeldoorn, Boon, is dit jaar toegetreden tot het internationale samenwerkingsverband voor accountants Russell Bedford International. Met dit lidmaatschap is Boon het tweede lid in Nederland dat toegang heeft tot het wereldwijde netwerk van onafhankelijke en professionele dienstverleners. Boon zegt erg blij en trots te zijn met het lidmaatschap. Het is voor het eerst dat de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers en de Algemene Nederlandse Bond voor Vogelliefhouders gezamenlijk de grootste vogelshow van Nederland organiseren en daarmee de titel Nederlands kampioenschap mag dragen. De Amerika-hal in Apeldoorn is sinds donderdag omgetoverd tot een tentoonstellingruimte met een enorm groot aantal verschillende vogels. Hoeveel vogels zijn hier vertegenwoordigd? Er zijn hier in totaal 16.000 vogels, waarvan 13.500 in de wedstrijdklasse en zo'n 2.500 in de verkoopklasse. Hoeveel categorieën zijn er? Ja, er zijn het aantal vogels is verdeeld in een aantal groepen, omdat je niet een zebravinkje met een kanarie kunt vergelijken als het op uiterlijk aankomt. Dus er zijn een honderdtal. 120-tal verschillende categorieën en soorten die dus gekeurd kan worden. En die hier aanwezig zijn. Sinds 1999 wordt er in de Amerika-hal een vogeltentoonstelling gehouden en mag Apeldoorn daarom zich de vogelstad van Nederland noemen. Er zijn niet alleen verschillende soorten vogels die de aandacht trekken. De kleur van een vogel is zeker ook van belang op deze vogeltentoonstelling. De vogels worden ook geselecteerd op kleur, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. We hebben dus een paar basiskleuren, dat is wit, rood, geel en dan heb je dus de, wat wij noemen de gemelaniseerde vogels. En die kunnen ook in diezelfde kleuren voorkomen en dat zijn eigenlijk de hoofdkleuren bij een kanarie. En welke soorten zijn er nog meer? Nou, er zijn dus kleurkanaries en we hebben postuurkanaries. En die postuurkanaries kun je weer onderverdelen in houdingrassen. Bevederings, die worden geselecteerd op bevedering en op houding en vorm. Ook een vorm is een hele belangrijke zaak bij een kanarie. Sommige vogels moeten gevoerd worden om in zo'n drukke hal met heel veel geluid rustig te blijven. Wat geeft u hem dan? Ik geef hem nieuwe levende meelwormen. En thuis geef ik hem levende muizen. Levende muizen, zegt u? Ja, levende muizen, want dat doen ze in de natuur ook, pakken ze dat ook. Toon van Bakel viel ook in de prijzen met een van zijn vogels. U bent de eigenaar van de Exter en die is kampioen geworden voor de hoeveelste keer? Die is nu voor de derde keer in 2 maanden tijd kampioen geworden. Hoe doet u dat? Ja, het ligt aan de vogel. Hè. Als de vogel in goede conditie is, een goede gezondheid en zit goed in de tekening en de kleur, dan komt dat goed. Hoe word je nu kampioen als vogel? Nou, kampioen word je natuurlijk door je vogel al vanaf het begin goed te verzorgen thuis. En af te richten als ze hier op de show komen. Het zijn allemaal vogels die dus geselecteerd zijn uit een grotere groep. En die dus gekeurd worden op de kleur, op houding, op vorm en op algemene uitstraling, om het zo maar te zeggen. Dat is dus eigenlijk de reden en dat zijn dus eigenlijk De aanwijzingen voor een keurmeester om een vogel kampioen te maken. Ook Martien Strijdveen viel in de prijzen met zijn wel heel bijzondere vogels. Wat voor kampioen is het? Nou, dit is een stel Roze Kakatoes van 183 punten.
Een stel wil zeggen, dan moet je de man en de pop, of de twee poppen moeten gelijk zijn. Er mag niks aan markeren, geen veertje verkeerd zitten. Moet identiek gelijk zijn. En dat is een stelkampioen. Hoe oud is die? Die zijn nog maar een jaar oud. Dus ik mag ze 5 jaar insturen. Dus we kunnen nog 4 jaar verder. En hoe word je kampioen? Ja, hoe word je kampioen? Door de verzorging, hè? Dus net dat kleine laatste puntje moet je geven. En je moet ze goed verzorgen, goed conditioneren, goed water geven, goed spuiten en sproeien. Dus dat is alles. Wat is er zo bijzonder aan een kakatoe? Ja, nou, die komen uit Australië. Hè? En daar zijn ze in getalen en hier zijn ze, zijn ze niet zoveel. Dus het is al een hele eer om hier kampioen te zijn. Kan een kakatoe ook praten? Je kan ze leren praten, maar daar ben ik geen voorstander van. Waarom niet? Nou, je moet de natuur nabootsen. Dus moet je in de volière moet ook de natuur zo compleet zijn. En dan moet je ze niet handtam gaan maken. Morgen is het zonnig en droog. Er staat een matige zuidenwind en het wordt rond de 0 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking iets toe, maar blijft het droog. Het gaat matig vriezen rond de min 5 graden. De dagen daarna is het zonnig en droog. Overdag is het rond het vriespunt en in de nacht gaat het vriezen.